Als Moergestel fietsdorp zijnde dachten we zeker niet te mogen ontbreken bij de heropening van een van de oudste fietsroutes welke ons dorp doorkruist, namelijk de La Trappe-route. Het is onze dorpsgenoot Christian Rozen welke deze route nieuw leven heeft ingeblazen. Deze fietsroute die bindt ons letterlijk en het is een hele mooie manier om gasten uit de omgeving, uit binnen- en buitenland kennis te laten maken met de mooie gastvrije omgeving waarin wij ons bevinden. De provincie Noord-Brabant was bij deze opening vertegenwoordigd door Guus van der Wolde, directeur van het Vrije Tijdshuis Brabant. Ik ben directeur van het Vrije Tijdshuis Brabant. Het is zo dat wij een uitvoeringsorganisatie zijn van de provincie Noord-Brabant. Binnen een aantal domeinen richten wij ons met name op marketing en communicatie. En dat is toerisme en recreatie, natuur, cultuur en sport. Als het gaat om het Vrije Tijdshuis Brabant, heb ik al gezegd, we zijn routepartner van het routebureau. We doen samen met een vijftal partijen. Het secretariaat van het routebureau bevindt zich bij ons in huis. En het is zo dat als we kijken naar de La Trappe-route, dan is dat perfect een voorbeeld van een route zoals wij, die ook de komende jaren in de markt wil zetten. Namelijk, wij willen veel meer routes als merk in de markt zetten. Want we kunnen wel zeggen dat we gigantisch veel kilometers hebben, maar dat zegt zo weinig zo'n groot getal. Als je kijkt naar tijdens een wandelingetje in de rustige tuinen van de abdij, aan Christian de vraag, heropening. Ja, de La Trappe fietsroute was ondertussen alweer 15 jaar oud en was wel aan vervanging toe. Zeker omdat er veranderingen plaatsgevonden hebben in horeca in die route. Dus het was wel verstandig om een keer de volledige route te herzien. Als ik zeg de heropening, dan staat de oude natuurlijk al een hele tijd. Hoe lang bestaat? Ja, de oude route is 15 jaar geleden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant geopend. Die heeft bierbrouwerij De Koningshoeve eigenlijk geschonken aan de provincie om het toerisme in regio Brabant te bevorderen. Christian, de route, de lengte van de route? Ja, we hebben nu twee routes. Voorheen was er maar één route en die ging via Moergestel richting Oosterwijk of de verlengde route via Oorschot. Alleen we hebben besloten met een aantal horecaondernemers uit de gemeente Hilvarenbeek om er een extra route bij te maken. De blauwe route genaamd. En ook die route bestaat uit een korte en een verlengde route. Dus we hebben twee routes, een rode en een blauwe. En beide routes zijn dan ook weer verlengd. Christian, veel Moergestelaren voelden zich in het verleden erg betrokken bij de trappisten. En tientallen, ja zo niet honderdtallen, hebben binnen deze muren gewerkt. En nog komen velen op zon- en feestdagen hier de Eucharistieviering vieren. Maar als ze dan nadien een kopje koffie of een pilsje pakken, wanneer weten ze dan dat ze een echt trappist voor zich hebben? Ja, trappistenbieren zijn er maar 7 in de wereld. 6 in België, 1 in Nederland. En een bier is pas een trappistenbier als het voldoet aan de 3 hoofdregels. Deze regels zijn opgesteld eigenlijk al door de Vereniging Internationaal Trappist en geldt enkel voor producten die geproduceerd worden binnen de muren van een trappistenabdij, door of onder toezicht van de trappistenmonniken. En de belangrijkste regel, en die moet je onthouden, dat is de 3e regel, dat alle winsten terugvloeien naar de werken van barmhartigheid, dus naar goede doelen. Dus we kunnen geruststellen als we dadelijk nog een trappist gaan drinken, dat we goed bezig zijn. Dus zo'n route die nu heropend is, is eigenlijk indirect, steun je daar goede doelen mee? Ja, indirect steun je daar doelen in binnen- en buitenland.